Welkom bij de video over het Database 2-practicum. In deze video geef ik een korte introductie over het practicum zodat je goed van start kan gaan. Het onderwerp van het practicum is de Big Five Safari. Dat is een reisorganisatie die avontuurlijke safari-reizen aanbiedt in Afrika. Het team van de Big Five Safari heeft prachtige lodges en mooie hotels weten te selecteren voor hun unieke ervaring in Afrika. De lotjes staan in natuurgebieden zodat je s'avonds mooie beesten kan zien. Maar we hebben ook een selectie van mooie 5- en 4-sterren hotels in de grotere steden van Afrika. Je kan deze lotjes met elkaar combineren en zo kan je je eigen reis samenstellen. Om dit allemaal overzichtelijk bij te houden, zijn we bezig met het ontwikkelen van een Java AVX-applicatie. Deze Java AVX-applicatie lijkt erg op die van OOP2, alleen hij moet nog gekoppeld worden. Aan een database. Ik heb hier een demo staan van de applicatie. Als je deze opstart, kan je bij stamgegevens kijken uh, met welke hotels wij zaken doen. En je kan ook kijken welke lotjes we hebben geselecteerd uh, waarin reizigers, uh, waar reizigers uit kunnen kiezen. En uiteraard hebben we natuurlijk ook een groep reizigers in het systeem zitten. En die kan je hier zien. Dus onder stamgegevens zie je alle. Basisgegevens van zowel de reizigers, de hotels als de lodges. Onder boekingen houden we een overzicht bij van onze boekingen. Uh, je ziet hier dat er in de zomer een al aantal boekingen zijn geregistreerd. En uh, die houden we dus op deze manier bij. Ook kunnen we per klant kijken uh, wat er geboekt is. Bijvoorbeeld: uh, uh, Klaarfontein heeft niets. Uh, Pieter Meijer heeft bijvoorbeeld uh, twee uh, uh, accommodaties geboekt in Namibië. Daarnaast hebben we een heel handige tool en kunnen we kijken uh, welke accommodatie geboekt is. Bijvoorbeeld uh, op welk moment. Even kijken: wat er nog allemaal te doen is hier. Ja, hier zie je er eentje. Op 13 uh, juli uh, is deze, heeft Tahira een um, accommodatie geboekt in uh, Tanzania. Voor onze medewerkers hebben we ook een hele handige tool ontwikkeld. Uh, we kunnen namelijk per land kijken. Bijvoorbeeld, waar spreken ze Engels? Nou, in deze landen spreken ze allemaal Engels. Of waar spreken ze Frans? Nou, in deze landen spreken ze allemaal Frans. Waar kan je met euro's betalen en welke landen liggen er in West-Europa? Dit is een heel handige tool voor onze verkopers, zodat ze meteen de vragen van klanten kunnen beantwoorden. Nou, deze applicatie die is nog niet helemaal af. Die is qua programmeerwerk wel, maar hij moet nog wel gekoppeld worden aan een database. Dus alle gegevens die je hier ziet staan nog op papier en die moeten worden overgezet naar een MySQL database. Die moet nog helemaal ontworpen worden en aan jou de vraag in het practicum om dat voor ons te doen. Daarnaast hebben we alle landeninformatie die je net zag in een JSON-file en die willen we graag in een NoSQL-server stoppen, in een MongoDB-server. En de vraag is ook in week 5 en 6 of jij dat voor ons wilt doen, zodat we deze applicatie helemaal werkend kunnen krijgen. De applicatie is zo goed als af, daar hoef je dus eigenlijk weinig aan te doen. Je moet alleen queries schrijven en die queries moet je dan in de broncode verwerken. Dus je hoeft niet zelf JavaFX te programmeren. Je kan de applicatie vinden op de DLO, onder content. En dan bij de practicumopdracht heb je hier een startproject DB2 app. Daarmee download je eigenlijk de gehele applicatie en hoef je dus alleen nog maar de queries en de database te ontwerpen. Namens alle medewerkers van Big5 Safari alvast bedankt voor je inzet en we hopen voor de zomer een prachtige applicatie te hebben waarin we mooi onze klanten en hotels en lodges kunnen registreren